did you have to tell Martijn where I went anyway? Don't kill the messenger. He asked me, and I didn't want to lie. He just came barging in like a caveman, expecting me to have a conversation with him. Well, he's probably feeling a little bit emasculated. You were part of his self-image, that he sees you out with a hunky man. Spare me the psychobabble. Well, it's true. And it's classic. Can't you just listen to me for once in your life without bothering me with your opinions? Oh, honey, I would be just as frustrated as you. Alleen huidens. Met mij. Het spijt me van net. Je gedraagt je nu echt als een stalker. Ik zeg toch dat het me spijt? Ga je nou iedere keer dat ik contact met je opneem mij beschuldigen van stalken? Is that more time? Ask him if he's seen Barbara. She was looking for him earlier. Perhaps she's found him by now. Ben je daar nog? Ik heb geen behoefte om iets af te spreken. Maar we kunnen toch praten? Jij bent er niet aan toe en ik ben er niet aan toe. Dan doen we het gewoon over een paar weken. Nee, dan doen we niks. En als jij wil praten, dan ga je maar naar Barbara.